Ja, aan tafel. Wim Gaalman, fijn dat u er bent. Ja, een verontruste kerkganger, mogen we wel zeggen. Bent u dat? Nou ja, een verontruste parochiaan. Ja. En met mij in ieder geval 6.000 of 7.000 mensen, althans in mijn files. Ja, precies. Nou, vandaar dat u er bent. Waarvoor dank. Reageer eens op, als u wil, op deze... Ja, het is een beetje... Het is weer zo'n maatregel. Er is dus bepaald dat... alleen gewijde priesters een askruisje mogen geven. Een askruisje is een beetje een middeleeuws symbool. Hè? Mm-hmm. Vroeger stond dat voor schuld en boete. Maar het heeft iets in de katholieke kerk gekregen van... we halen een askruisje, we hebben het feest gehad, de carnaval achter de rug... en we houden ons nu tijdens de vastentijd iets meer bezig met onszelf. Met de bovenwereld en met de innerlijke wereld. Dat is tijd eigenlijk van een symbool. Bezinning. Ja. Een tijd van bezinning, een tijd van vasten... en dat is een leuk symbool. Ja. Maar het heeft helemaal niets te maken met priesters of geen priesters. Het is meer een symbool van we zijn samen en we gaan samen reflecteren. Zo was het. Ja. Nu hebben wij, ik hou mij een beetje bezig met het beleid. Ik bedoel niet om daarop te kinderzinnen, maar wel om de vreemde aspecten daaruit te halen. Mogen er eens weer in zijn, want we hebben elkaar inderdaad vaker gesproken... en elke keer komt het weer op al die regels die komen van bisschop Eik aan. Ja, en ja. Dat is een gezagsdrager. De priester zei het net, de pastoor. Hij heeft het voor het zeggen, maar hij sluit heel weinig aan... bij de gedachten van die mensen die... Hij maakt er een beetje een opa- en oma-kerk van. En als de priester die we net in beeld zagen in Enschede zegt van... ja, maar het is niet aan ons, wat zegt u dan? Nou ja, op zich heeft hij daar organisatorisch gelijk in. Uh-huh. Maar een kerk is geen priesterkerk, maar een kerk is een volkskerk. Dat is net als een voetbalclub of een andere sportclub... Ja. Heeft supporters nodig, heeft spelers nodig enzovoorts. En hier... wordt er wel eens gezegd dat de aartsbisschop de mensen de kerk uitjaagt. Ik geef u een voorbeeld. Hij heeft dus nu gezegd alleen een gewijde priester mag het askruisje geven. Iedere jaar schrijft de aartsbisschop een zogenaamde vastenbrief. Mm-hmm. Een stichtelijke brief, laten we ons bezighouden met het hogere. Dus prima. Ja. Nu raadt hij dus dit jaar de mensen aan om onder andere een askruisje te halen. Dat doet niet iedereen, maar laten we zeggen dat mensen dat nog wel aardig vinden. Een soort tip, ja. Een soort tip. We hebben 800.000 ingeschreven katholieken in het aartsbisdom Utrecht. We hebben volgens zijn zeggen over een jaar of 5 nog 20 priesters. Dat betekent dat op aswoensdag dat 1 priester... als iedereen een askruisje zou willen halen wat hij graag wil... Is, ja. 40.000 mensen een askruisje... Dus het klopt... Ja, het klopt niet. Het is niet werkbaar ook. Wat is mijn... ik heb behoefte samen met een aantal mensen niet... om te kinderzinnen op Utrecht... om te zeggen wat doet die kardinaal toch allemaal verkeerd. Ik heb behoefte aan een leiding in de katholieke kerk... die samen met... het volk, de groegemeente, wil praten. Hoe krijgen we het vuurtje weer aan de zogen? Hoe krijgen we een beetje Ik plezier weer met z'n allen? Ik voel toch een beetje woede bij u. Nee, woede, teleurstelling, verontrusting. Woede is het niet, want woede is altijd een verkeerde aanwijzing. Maar de afgelopen jaren heb ik een aantal keren getracht... om een gesprek met een aantal mensen in Utrecht te krijgen. Dat is toch heel normaal? Ja. En dat gaat u nu weer proberen? Nee. U hebt mij nou gevraagd wat ik ervan vind. Maar Utrecht wil dus niet met parochianen praten. Dat is vreemd. Ja. En ook geen askruisje meer. Tot slot gaat u er zelf eentje nog halen? Ah, dat ziet u toch wel. Dat heb ik toch al... U heeft hem al gekregen. Is het niet zichtbaar? Nee, het is er al van afgesminkt, denk ik. Jammer. Goed. Dank dat u er was, meneer Gaalman. Graag gedaan. Ja.